Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. NCCR geeft update over olievlekken op de Suriname rivier. Backtrackroute Nikeri officieel gelegaliseerd. President Santokki roept tijdens Diwali op tot gebed voor natie. Samen op weg naar een professionele defensieorganisatie. Nieuwe presidentscommissaris en leden RVC Staatsolie benoemd. En minister Albert Ramdien buigt zich over platform koersstabilisering. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing NCCR werd op 13 oktober jongstleden door de maritieme autoriteit op de hoogte gesteld van olievlekken die waren geconstateerd op de Suriname rivier. Samen met de kustwacht heeft het NCCR zich georiënteerd om de oorzaak van deze olielekkage te identificeren. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngaard een update hierover. Ik moet zeggen dat nadat wij door de maritieme autoriteit Suriname op de hoogte zijn gebracht dat er een uilspil geïdentificeerd is in de Suriname rivier, zijn wij vanuit NCCR samen met de diverse andere autoriteiten direct gaan kijken naar de uilspil zelf. En inderdaad kwamen wij een grote spil tegen. En we zijn toen direct begonnen om te kijken naar de mogelijkheden van ten eerste het identificeren van waar precies de oilspil was en waar hij eventueel uit is ontstaan. Verder hebben wij tegelijkertijd ook gekeken naar waar die spil precies aan land is gekomen en welke waar de spil aan is blijven plakken. Dus dat is dat zijn de acties geweest. Verder hebben wij geprobeerd om de diverse instituten die een verantwoordelijkheid hebben bij soortgelijke gevallen, om die op de hoogte te stellen. En tegelijkertijd hebben we gekeken naar, samen met die instituten, naar mogelijke veroorzakers dan wel wat precies de oorzaak is geweest van die oilspil. Het is daarom van belang dat wij dus nu in elk geval de communicatie die wij reeds zijn gestart met onder andere de bevolking, dat wij dus nu ook een deel van de communicatie doorspelen aan de mensen en hun aangeven wat tot nu toe de resultaten zijn geweest van de onderzoeken die wij hebben ingesteld en wat de volgende stappen zullen zijn. Nou, op de diverse plekken hebben wij oil samples laten nemen uit het water. En er zijn een aantal instituten die dat hebben gedaan. NCCR heeft dat gedaan, de Maritieme Autoriteit heeft dat gedaan. En ook de mensen van Staatsolie zelf, die hebben dat ook gedaan. Dus we hebben dan geprobeerd om via DIMOS en via de Staatsolie de oil samples te sturen naar een laboratorium die dus ondertussen de samples heeft geanalyseerd en de resultaten met ons heeft gedeeld en in elk geval naar ons heeft doorgestuurd. Ik moet wel zeggen dat op dit moment de resultaten van alle samples die wij hebben gestuurd inderdaad binnen zijn. En dat wij in samenspraak met de maritieme autoriteit en in samenspraak met de overige en in samenspraak met onder andere NIMOS, dat wij de samples, de resultaten van de samples, zullen overhandigen aan het Openbaar Ministerie, waarmee er ondertussen reeds contact is gemaakt. Verder hebben wij, nadat wij hebben gezien hoeveel olie in het water is, hebben wij geprobeerd om
ervoor te zorgen dat dat deel van de olie die in het water is, om die zo goed als mogelijk op te ruimen. En daar hebben wij een bedrijf voor in de hand genomen. Dat bedrijf is het bedrijf Yankee en Zonen. En dat bedrijf die is dus op pad geweest om te kijken naar het opruimen van het water, de olie die in het water lag. En wij hebben dus in elk geval alle maatregelen proberen te treffen om ervoor te zorgen dat de olie die drijvende was of in het water lag, om die op te ruimen. De backtrackroute tussen Suriname en Guyana is officieel gelegaliseerd. De illegale grensoverschrijdende activiteiten die plaatsvonden op deze route behoren nu tot het verleden. Er zal sprake zijn van een ordelijk grensverkeer ten voordele van Suriname en Guyana. Dit zei president Chandrika Persat Santokhi op vrijdag 21 oktober 2022 tijdens zijn bezoek aan het reisdistrict Nikeri. Vaak kijken we in een grensgebied naar issues die ons scheidt. En alle energie stoppen we daarin. En we kijken niet naar issues die ons bindt. En dit is wat ons bindt. Deze route. Consul General, the people were looking for a good name for this backtrack. But if it is so, in comparison with the ferry, which is a little bit southward far, and it's taking too long in travel, in time, and this is a faster track, just call it fast track. Fast track in plus one back track. Take it into consideration. But that fast should be also regulated, security, ordening, controle, daarvoor zijn er zoveel controlediensten hier zo. We willen dat het ook veilig is. We willen niet dat er ongelukken ontstaan. We willen ook dat men veilig de oversteek kan doen. We willen ook namelijk dat men rekening houdt met getij. We willen ook dat men rekening houdt met die dijk. We willen ook dat men rekening houdt met de condities hier. Gaat u investeren en wij gaan u ondersteunen. En laat hier een toerismepark komen. En dan gaat u zien hoeveel toeristen u gaat krijgen. Laat er overal stands komen. Craft market. Food market, souvenir market. Laat die dingen komen en laat ontwikkeld worden. Uiteraard heeft Nikeri ook haar eigen specialiteit. Ook die dingen kunnen uitgesteld worden hier zo. Maar alles met als bedoeling toerisme te bevorderen. En dan gaat u zien die spin-off van toerisme. Het licht dat de duisternis en het kwaad vernietigt, is wat ons bindt, luidde de Wali-boodschap van president Santokhi. In het kader van het Lichtjesfeest is er op 23 oktober 2022 een gebedsdienst gehouden op het presidentieel paleis. Het staatshoofd heeft bij deze gelegenheid benadrukt dat de Wali een dag is om te bidden voor de natie en kracht te vragen aan God. Allereerst dank ik namens de regering, de culturele Unie Suriname, Kus voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn op het onafhankelijkheidsplein om met u allen het Diwali-feest te mogen vieren. En ik zie namelijk dat u massaal bent opgekomen. Ja, het is weer
eerste Diwali vieren na de COVID-periode. En u heeft er recht op om het goed te vieren. Gacht aanwezig. Deze Diwali-nacht is de donkerste nacht in de maand oktober. De duisternis wordt verdreven door kleine aarde olielampjes die opgestaan zijn in huizen, gebouwen en tempels. Diwali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. En ik roep je op om niet alleen het licht in uw huis te laten schijnen, maar stelt uw hart open dat het licht ook daar binnendringt, om daar ook het licht te schijnen in uw leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop. Diwali is synoniem voor het goede dat zegeviert over het kwade. Het licht dat symbool staat voor het positieve in onze wereld. Diwali is ook een metafoor voor kennis die het donkere van de onwetendheid overwint. Het geeft ons als mens zo de kans om naar hogere doelen te streven. Duisternis, broeders en zusters, staat voor onwetendheid, dubbelzinnigheid, leugen, angst en immoreel gedrag. Het aansteken van de lamp, de dia, symboliseert het verdrijven van onwetendheid, tweeslachtigheid en angst. Wij mensen kunnen de waarheid zien in het licht. Dit is een van de basisboodschappen van het hindoeïsme die in Diwali naar voren treedt. Persoonlijk, als mens, maar ook als president, laat ik mij graag inspireren door de betekenis van het licht. Licht geeft de mens energie en zorgt ervoor dat we de wereld om ons heen goed kunnen waarnemen. Kenmerkend voor licht is ook dat het zonder enig onderscheid te maken op ons allen schijnt. Nogmaals, het licht dat schijnt, of het van de zon is, of de maan, of een andere energiebron, maakt geen onderscheid tussen mensen en schijnt voor ieder. En dit past precies in datgene wat de voorzitter van de kust net zei, gelijkheid. En het licht laat inderdaad ook zien dat we allemaal gelijk zijn. Het ministerie van Defensie werkt dagelijks aan het verstevigen van de harmonie binnen de organisatie. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie op dinsdag 25 oktober 2022 een seminar gehouden met als titel Samen op weg naar een professionele defensieorganisatie. Wij maken u in het volgende verslag deelgenoot van deze activiteit. Workshop is samenbouwen aan een professionele defensieorganisatie. Waarom die workshop? Lange tijd was er geen vakvereniging. We hebben verschillende verenigingen wel bij het ministerie van Defensie, maar geen vakvereniging die als zodanig opkwam voor de rechtspositie van militairen. En daar heeft de regering goedkeuring gegeven, dus er is een vereniging opgericht. En die presenteren zich ook als een vakvereniging die opkomt voor de rechtspositie van militairen. En we hebben een eerste kennismakingsmeeting gehad. En dit is een nieuw fenomeen, zowel voor ons als voor de defensieorganisatie. Het is na lange tijd dat dit zich aandient. En het is goed om van deskundigen te vernemen van hoe we samen kunnen werken om een harmonieuze te kunnen bouwen aan die defensieorganisatie. Dus dat is eigenlijk waarom we gedacht hebben van laten we dit doen in een workshop, in een seminar waar we niet tegenover elkaar staan, maar samen zijn, leren van professionals en het pad kunnen uitzetten. Nou, het resultaat is dat we eigenlijk van elkaar leren vandaag. En laat professionals ons vertellen hoe vakbonden, en dus de werkgever en de werknemer met elkaar
moeten functioneren. Hoe ze moeten communiceren, professioneel, sociaal dialoog heeft de minister van AWJ het genoemd. En, want dat is de bedoeling, want vaak lijkt het alsof we tegenover elkaar staan. Maar we staan niet tegenover elkaar, we staan naast elkaar. We hebben maar één doel en dat is die samenleving dienen. Maar tegelijkertijd moeten onze mensen tevreden zijn. Ze moeten onder veilige werkomstandigheden werken. Ze moeten juist een goed loon hebben, een redelijk loon hebben. Wat vandaag de dag ook een uitdaging is eigenlijk. Maar ondanks de realiteit moeten we kijken van hoe kunnen we verder? Hoe kunnen we samenwerken? Dat is wat eruit moet komen. En dat we met elkaar afspreken, gestructureerd werkoverleg. Dat we met elkaar afspreken van werkafspraken. Hoe we knelpunten gaan identificeren. Hoe we met elkaar tot oplossingen kunnen komen. En zij mogen best wat bijdragen. Want daar gaat het om. Dat ze zich mogen uiten. Militairen mogen zich uiten, hun mening geven. Maar voornamelijk voorstellen doen. Initiatieven nemen. Voorstellen doen. Problemen die zich aandienen. Dat ze aankaarten. En dat we samen zoeken naar oplossingen. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de Staatsoliemaatschappij Suriname is officieel het besluit goedgekeurd dat president-commissaris Leo Brunswijk, Melissa Santokhi-Senacherry, Harry Donini en Nawin Ryan Nanan terugtreden als leden van de Raad van Commissarissen. Herman Alendi is nu de president-commissaris en de leden zijn Boep Singh Willem Dwarka Singh, Maya Debi Srihar Dubey en Leroy Jack. De AFA heeft op donderdag 20 oktober plaatsgevonden op het kabinet van de president. De voordrachten voor de nieuwe raadsleden zijn op 19 oktober goedgekeurd in de regeringsraad waarna de leden per 20 oktober werden benoemd. Terugtredend president-commissaris Brunswijk droeg conform de statuten alle verslagen van de gehouden RVC-vergaderingen over aan president Chandrika Persat Santokhi. Het staatshoofd zal deze stukken met de overige documenten officieel overdragen aan de nieuwe raad. De officiële RVC-overdracht vindt plaats op dinsdag 25 oktober. Staatsolie's algemeen directeur Anand Jagisser bedankte de uittredende leden voor hun bijdrage in de afgelopen periode en wenste hen succes toe in hun verdere carrière. Om de koers in Suriname te stabiliseren heeft president Chandrika Persat Santokhi op vrijdag 14 oktober 2022 het platform Koersstabilisatie opgericht. De communicatiedienst Suriname sprak de voorzitter van het platform, waarnemend minister van Financiën en Planning Albert Ramdien hierover. De koers is een resultaat van een aantal processen in de economie. Er zijn verschillende actoren. We hebben het bankwezen, we hebben de wisselkantoren, de centrale bank. We hebben natuurlijk de importeurs die valuta nodig hebben. We hebben de exporteurs die valuta binnenbrengen. En zo heb je zoveel actoren. Dus wat de regering heeft gedaan, wat de president heeft gedaan, is al deze groepen bij elkaar brengen. Zo'n 8 tot 9 groepen. En aan hun gevraagd om mee te werken, mee te denken over op welke wijze we naar een koersstabilisatie kunnen gaan. We zijn een paar keer al bijeen geweest. Er zijn 26 maatregelen voorgesteld. Een paar zijn reeds uitgevoerd. Bijvoorbeeld voorheen konden personen meer dan $10.000 eigenlijk meenemen naar Miami en dan daar wisselen. Dat is niet meer mogelijk. Men is vergunningplichtig. Ze moeten een vergunning hebben. Voorheen kon je dat gewoon doen door gewoon aan te melden. Ik neem geld mee. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat die druk op die valutamarkt niet zo groot wordt. Er zijn andere maatregelen. Bijvoorbeeld de retentieregeling. Waarbij exporteurs 35% van hun devieseninkomsten verplicht zijn om dat om te wisselen bij de commerciële banken. Dat is nu, het was eerst alleen voor de goudmaatschappijen, de goudexporteurs. Nu is het geldend voor elke exporteur. De bedoeling is dat we op die manier zeker van zijn dat er een bepaalde hoeveelheid valuta beschikbaar is. En met die valuta moeten de commerciële banken dan de import kunnen financieren. Want de importeurs hebben valuta nodig.
We moeten ook rekening houden dat er externe invloeden zijn. De gevolgen van de oorlog in de Oekraïne heeft geleid tot enorme inflatie, dus prijsstijgingen. De kosten van transport van goederen naar Suriname zijn enorm gestegen. Het wordt een beetje minder, dat was ook vanwege COVID het geval. Het wordt een beetje minder, maar het is nog niet op het niveau van voor COVID. En dan hebben we ook natuurlijk andere issues die te maken hebben met de internationale economische recessie die nu al zichtbaar wordt, waar elk land mee te maken heeft. De verhoogde brandstofprijzen hebben daarmee te maken. We zien ook nu dat de olieprijzen aan het stijgen zijn op de wereldmarkt. Dat gaat ook consequenties hebben voor de prijs. Dat zijn zaken waar we eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Waar we wel iets aan kunnen doen, dat wordt besproken en hopelijk zal dat leiden tot een stukje stabilisatie. Want eigenlijk het probleem van zowel koers als ook van onze koopkracht kan je alleen maar oplossen als je je inkomsten verhoogt. De verdiencapaciteit van die samenleving verhoogt. Dus onze productiviteit, individueel en collectief. De regering heeft wat faciliteiten getroffen om productie te verhogen. Verschillende fondsen, agrarische sector, ook kleine en middelgrote bedrijven. Maar het ligt voor een groot deel aan het bedrijfsleven zelf om die ter hand te nemen. Dus wij proberen met het bedrijfsleven te praten om tot verhoogde productie te komen. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.